welkom bij Topnames, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag is de gast Casper Sonnen. Casper, je bent van DocLab. Van ITVA. En van ITVA, daar wou ik inderdaad daarna even op komen, want je bent hoofd van de nieuwe media van ITVA. En ik vroeg mij af, wat zijn nieuwe media voor ITVA op dit moment? Op dit moment? Alles wat we nog niet kennen. Nee. Wat is nieuwe media? Ik bedoel, ik denk dat het lastigste aan uitleggen van nieuwe media is dat nieuwe media natuurlijk niks nieuws is. Media zijn al een paar duizend jaar oud. En heel veel van wat we nu nieuwe media noemen is ook niks nieuws. Ik bedoel, artificial intelligence is niks nieuws, bestaat al jaren. VR bestaat al jaren, heeft al zijn eerste, is al eens ten onder gegaan. Is op dit moment, wordt dat gezien als een van de meest actieve nieuwe media. Interactieve verhalen, apps, mobiel, dat was 10 jaar geleden. Nieuwe media is nu nog steeds een van de dingen waar wij ons mee bezig gaan. Dus eigenlijk, jij hebt gewoon de titel van iemand anders geërfd. Het was gewoon de titel die er was. Nou ja, ik moet zeggen, nee, we hebben die titel, we hebben er lang over nagedacht. En nieuwe media leek in ieder geval de minst slechte. Nou, er is toch niks mis mee ook. Ik ben jaren hoofd nieuwe media van de NOS geweest. Nou, daar ga je. Wat was daar nieuw aan? Nou, toen waren het een aantal dingen nieuw, maar zo is er altijd is er wel wat nieuw. Jij is altijd iets nieuws. Okay. Kijk, dat digitale van jou, jij zegt van, jij was hoofd digitaal. Ja, dat, alles is digitaal. Dus tussen die twee hebben wij heel lang ook geworsteld. Nee hoor, maar mijn simpele verhaal was, dat ben ik uiteindelijk ben ik simpelweg de directeur van de VPRO, want alles wordt digitaal. Ja, ja, zo kun je het wel zeggen. Ja. Dat was in het begin niet zo hoor, dat was er ook nog iets analoogs. Nou, goed. Wat is nieuw? Dat is eigenlijk de achterliggende vraag natuurlijk. Wat heb je dit jaar weer gezien binnen... Ja, wat ik denk maar dat... jouw onderdeel, want... Ja, DocLab is dus het nieuwe mediaprogramma van ITVA. Vierde dit jaar zijn 10-jarig jubileum, dus dat was een goed moment om terug te kijken en vooruit te kijken. En ik denk dat, wat is nieuw? Een van de dingen die we de afgelopen 10 jaar wel hebben geleerd is dat een nieuw medium niet iets is van 1 jaar. VR komt niet 1 jaar op en is dan klaar. Ja. Dat is een paar jaar geleden weer aan een nieuwe vlucht gekomen. Bij ons hebben we 2 jaar geleden, denk ik. 2011 hadden we onze eerste VR-project. Vanaf 2014 hebben we ons er echt goed op gericht. Dit jaar zou ik kunnen zeggen, wat was nieuw? Dat de hype rondom VR, dat we daar wat nuchterder mee omgaan. Dat je ziet dat de makers ook steeds meer zoiets hebben van, nou ja, een hele mooie zeepbel waar we graag gebruik van maken als onafhankelijke kunstenaars. En tegelijkertijd ook wel iets van hoe we moeten die taal gaan ontwikkelen. Dus ik denk dat VR volwassen aan het worden was. Of in de buurt aan het komen is. Artificial intelligence, biometrische technologie, dat soort dingen, daar wordt steeds meer mee gespeeld. Gezichtsherkenningssoftware. We hadden een kunstenaar die, twee kunstenaars die hun eigen lijf 3D gescand hadden naakt. En daarmee dat gratis ter download aanboden. Dus als je nog een 3D lijf nodig hebt, dan kan je naar downloadmybody.com en kan je er 2 rechtenvrij gebruiken. Experiment van 2 kunstenaars. Hey, je noemt artificial intelligence. Dat is natuurlijk iets wat hier aan tafel is. Iedereen heeft het erover. Ja. De machine learning. Een klassiek voorbeeld van een hype. Jij zegt, ja, bij ons zien we dat ook terug. Maar ik zie dat dan niet onmiddellijk voor me hoe... zeg maar binnen ITVA, binnen DocLab, artificial intelligence een plek zou kunnen krijgen. Geef eens een voorbeeld van wat zie je dan gebeuren? Een heel concreet voorbeeld hadden we vorig jaar met Ross Goodwin. Onafhankelijke kunstenaar, die is begonnen als een van de copywriters van Obama. Ja. En die werd eigenlijk die beantwoordde al die briefjes van mensen die een briefje naar Obama stuurden. Ja. Daar werd hij zo moe van dat hij op een gegeven moment een scriptje schreef waarin hij op basis van de brief die binnenkwam al een soort machine learning automatisch een briefje terugkwam. En van daaruit is hij eigenlijk vanuit dus politiek is hij de AI ingerold en daar kunstenaar geworden. Dus wat hij vorig jaar had was een camera waarmee mensen foto's konden maken van elkaar. En daar kwam niet een foto uit, maar een bonnetjesprinter. Die printte dan een gedicht uit wat een AI-brein maakte op basis van wat hij zag. Dit jaar gingen we een stapje verder, hadden we Kyle MacDonald met het project Wi-Fi Whisper. Dus als je in de brakke grond rondliep tijdens de expositie en jij zat op je telefoon je Instagram te bekijken en jij zat naar een foto van Roeland te kijken, dan kon je, als je goed luisterde, ineens ergens op de achtergrond een stem horen fluisteren. Een computerbrein die fluisterde wat hij op jouw telefoon zag. Niet helemaal legaal,
Maar ook wel een hele mooie manier om zowel, zeg maar, ons te laten nadenken over wat het betekent om op openbare netwerken rond te lopen. En tegelijkertijd ook wat een computerbrein ziet. Want dat ziet, die ziet soms verbazingwekkend hetzelfde als wij. Want ik weet het niet zeker, maar ik denk dat jouw vraag ook vandaan komt van, kijk, als we ITVA kennen we als een documentaire festival. Ja, zeker. Mooie verhalen van A tot Z. Soms in 50 minuten, soms in anderhalf uur, zeg maar. Dat is wat ITVA is. Hoe positioneer jij jullie DocLab daarnaast? Ja. Want het is meer van andere vormen van het is meer dan andere vormen van documentaires. Nou, ik denk dat wel een hele goede samenvatting is. Het is, ik denk wel dat we, zoals bijna alle organisaties de afgelopen 10 jaar, hoe positioneren we nieuwe media of digitaal binnen onze organisatie? Ja. 10 jaar geleden, toen we DocLab begonnen, was ITVA al langer bezig met dat te onderzoeken. Maar 10 jaar geleden was echt voor het eerst dat we zoiets hadden, we maken hier een programma van. Een vast programma waarin we elk jaar dit gaan onderzoeken. Maar dat begon als een klein bijprogrammaatje. De afgelopen jaren is dat steeds groter gegroeid. We hebben dit jaar ons voor de 10e keer een klein gastprogrammaatje op South by Southwest. Een panel doen bij Sundance volgende maand. Dus het programma is steeds verder gegroeid, steeds verder geïnternationaliseerd. En voor de komende 4 jaar heeft ITVA gekozen om eigenlijk 3 langlopende speerpunten te hebben, waarvan digitaal, interactief, nieuwe media er 1 is. De andere 2 zijn talentontwikkeling en diversiteit. Dus met vanuit die 3 speerpunten gaan we de komende 4 jaar in. Dus nieuwe media wordt in die zin een belangrijker onderdeel van het festival. En dat is ook echt zoeken van hoe kan je die werelden steeds meer bij elkaar brengen. Want op heel veel fronten is het zo dat wij nog steeds een soort digitale speeltuin zijn waar hele rare experimenten plaats kunnen vinden. Aan de andere kant zie je dat heel veel van die experimenten een paar jaar later gemeengoed worden. Dus toen wij 10 jaar geleden webseries voor het eerst lieten zien of selecteerden binnen het programma, interactieve verhalen, video's op websites. Dat was toen nog iets waarvan kranten dachten, moeten we daar nou wat mee? Ja. Nou ja, nu zie je, dat is The Guardian, The New York Times, die zijn kind aan huis bij ons. Dat is niks nieuws. Dat is nu gemeengoed. De vraag of dat met AI ook zo is, weet ik niet. Dat gaan we zien. Het is mooi, je hebt een boekje meegenomen, jullie ter ere van jullie 10e verjaardag. Het is jarig, dus we delen het uit. Het is nog niet uit, geloof ik. Hè? Het komt, het boekje, de lijst van het kanon, we hebben dit boekje is onderdeel van het jubileum waarbij we... Ja, jullie hebben een groep toonaangevende makers, critici, curators gevraagd. Wat is nou, weet je, uit de afgelopen 10 jaar, welke producties horen... In welke willen we over 10 jaar nog een keer bekijken? Precies, en daar geef je een overzicht van. Mm-hmm. Als je dit nou zo ziet, hè, want jullie hebben dit samengesteld, wat valt jou dan op in de selectie? Ik zit er nu voor het eerst doorheen te schrijven. Een aantal dingen ken ik, een aantal dingen ook niet. Ja. Een van de dingen die mij opviel was dat er toch opvallend veel Nederlandse producties in zaten. Terwijl je hebt een internationaal publiek gevraagd. Internationale lijst van curatoren van MIT tot en met onafhankelijke kunstenaars, mensen van de BBC, Arte. En ik denk dat... Ja, ik vond het opvallend veel Nederlands. Het is interessant om te zien hoe de rol van Nederland in een soort van de digitale voorhoede op het gebied van kunst en documentaire... is veranderd de afgelopen jaren. Ik denk 10 jaar geleden hadden we net een soort bloeiperiode achter de rug en raakte Nederland een klein beetje achter op landen als Frankrijk en Canada en de VS. Ik denk de laatste paar jaar, mede door een aantal maatregelen vanuit de politiek, die nu weer onder spanning staan, dat terzijde. Maar denk ik dat Nederland weer echt goed aan de weg aan het timmeren is. Dat is één ding wat mij opviel. Daarnaast denk ik heel erg de spreiding van type projecten. Het loopt heel erg uiteen van installaties tot kleine appjes, tot grote interactieve kunstwerken, VR. Het heel divers. Wat ik ook interessant vond, jij wees me er zelf net even op, maar we zaten er net voor de uitzending over te praten. Je hebt... Ook die mensen die je hebt gevraagd van, goh, noem nou de belangrijkste productie van de afgelopen 10 jaar, heb je ook gevraagd naar wat zij nou als een hype zien en wat ze zien als dingen waar echt veel potentieel in zit.
Dus weet je wel, wat zijn nou echt buzzwords die totaal geïnflateerd en waar zien ze echt potential? Ja. En wat mij zo opvalt is dat artificial intelligence en neural networks daar enorm hoog scoort als een gebied waar dus de goeroes uit het wereldje enorm veel potentie zien. Ja, en ik denk dat dat de twee uitschieters waarvan mensen enthousiast over zijn en denken van hey, daar moeten we wat mee. Inderdaad, neural networks, machine learning, artificial intelligence is daar één van. Augmented reality, zie ik er ook bij staan. Ja. Ik denk degene die het nog meest uitschiet trouwens is performance en participation. Ja. Iets waarvan je zou kunnen zeggen dat is de web 2.0. 10 jaar geleden dat mensen mee gingen doen, dat is toch niks nieuws. Daar zie je dat men, en ik denk terecht, zegt ja, daar hebben we heel veel mee geëxperimenteerd de afgelopen 10 jaar. Maar de juiste vorm hebben we niet gevonden. En ik denk dat ook als je kijkt naar het internet nu en het internet 10 jaar geleden, dan leven we op een bepaalde manier ook wel in een wat conservatiever internet dan 10 jaar geleden. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, als ik kijk naar projecten als We Feel Fine of Post Secret, dingen waarvan 10 jaar geleden toen social media net opkwamen, dat was een moment dat we online ineens gelijkgestemden vonden en dat we ons kwetsbaar opstelden online, dat we onze geheimen gingen delen met elkaar, of bepaalde subculturen elkaar konden vinden. Als ik kijk naar mezelf en de mensen om me heen, dan zie ik dat we social media eigenlijk steeds meer professioneel gaan gebruiken, dat we dat steeds meer gebruiken om te zenden. Dat we het steeds meer gebruiken als een filter op het nieuws, op informatie, de filterbubbel. Maar ik post steeds minder persoonlijke dingen online. Ik merk dat ik daar steeds terughoudender in ben. En ik denk heel veel mensen om mij heen ook. En dat geldt ook voor, je ziet dus ook de kunstenaars die daar mee spelen. Ja, die zijn ook, die merken dat ook. En grappig genoeg is het toch nog steeds wel een van de dingen waarvan ze denken, daar moeten we wat mee. Of daar is nog heel veel te doen. En dat geldt wel ook voor performance. Maar en participation, daar zit neem ik aan ook in. Of het nieuws met virtual reality of wat dan ook. Je eigen, zeg maar, zelf een rol spelen in een verhaal. Of je eigen verhaallijn vormen. Dat hele element. Ik zat even door te denken. Je zei van, vaak gebeurt het wij zitten in een vroege fase erbij. Dus bij ons zie je technologie doorontwikkelen. En het is in het ITVA-programma. Want voor wie niet weet, ik herinner me nog de ITVA's waar het eigenlijk echt not done was om documentaires te zien die niet op film gedraaid werden. Mm-hmm. Er is een periode geweest dat echt de discussie over het eerste jaar de issue was. Er waren geen eens video. Dat is pas na 3, 4, 5 jaar. Er was een aparte categorie voor video en een aparte categorie voor film. Ja. Dat is natuurlijk zeer veranderd. Ik bedoel, de films die nu nog op film vertoond worden, dat zijn vooral in historische programma's. Ja. Een handjevol. Ja, en verder, dat is ook geen onderwerp meer. Of met een iPhone gefilmd is of wat dan ook, dat is eigenlijk geen. Toch? Dat onderwerp speelt niet meer. Nee. Dus dat was ooit. Ik kan me voorstellen dat ooit in jullie programmering iets was. Van kijk eens, de eerste documentaire op een mobieltje. Met een mobieltje gemaakt bijvoorbeeld. Ja. Ja. Is nu geen onderwerp meer. Nee. Het is geen onderwerp meer. Ik denk dat. Doet nu een filmpje de ronde van een Nederlandse filmstudent die. Of een Find My iPhone, denk precies. Ik. Precies. Ik bedoel, dat laat zien dat het nog steeds. Ik denk dat daar zit meer de doklaphoek. Het zoeken naar wat voor type verhalen kan je vertellen. Ja. Wat verandert er? Dat je het vertoont op een kleiner scherm is voor ons misschien minder interessant nu dan dat 10 jaar geleden was. Toen mensen daar nog. Ik weet nog 10 jaar geleden. Wie wil hier nou iets op kijken? Nou ja. Dus iedereen toegeven hoeveel uitzending gemist we hierop kijken. Ja, even voor wie je niet kent, Find My iPhone, ga daarna op zoek. Het is prachtig gemaakt. Het is een documentaire. Van, ethisch nogal dubieus. Maar. Ja, iemand die zijn iPhone was zijn telefoon was gestolen, was geen iPhone voor. Nou, denk ik wel, want anders had het niet. Of heet het Find My Phone? Ik ben de titel Ik weet het niet. Maar goed, het gaat over een mobieltje in ieder geval. Want daarna is volgens mij met een Android hij kon niet achterhalen waar zijn telefoon gebleven was. Is toen een nieuw project gaan doen. En is eigenlijk is gaan uitlokken dat iemand zijn telefoon. En is daarna eigenlijk, wat kun je achterhalen van degene die telefoon heeft? Waar is die? Foto's nemen van die persoon, afluisteren, et cetera. Dat is het ethische element, neem ik aan, wat jij ook. Kijk, als in die zin, je vraag van wat.
films op klein scherm kijken, daar kijken we niet meer van op. Wat ik interessant vind, bijvoorbeeld een van de trends van de afgelopen jaren, is dat er steeds meer interactieve projecten zijn die ons laten nadenken over onze eigen rol in technologie. Als je kijkt naar, ik denk we hebben een aantal jaren gehad waarin Snowden, WikiLeaks, waarin er ontzettend veel is gebeurd, waardoor we, ik zou zeggen, en masse een beetje wakker geworden zijn en dachten, oh ja, het is toch niet meer zo simpel en leuk dat internet en onveilig en vrijblijvend als we dachten dat het was misschien. Maar ik denk dat dat wordt dan heel vaak gespeeld in de zin van, ja, of de grote corporations of het is de foute regeringen waar we bang voor moeten zijn. Wat ik interessant vind zijn de werken die ons daarnaast ook laten nadenken over, maar waarom doen we dit? Want wij zijn toch eigenlijk zelf degene die al die dingen online zetten. Wij zijn toch echt wel zelf degene die nu al jarenlang weten dat wij die terms niet meer lezen. Maar toch doen we het elke keer weer. Ja. Wat is dat? Afgelopen jaar hadden we bijvoorbeeld het project Follower van Lauren McCarthy. Vond ik een heel mooi project waarbij zij eigenlijk zei van, laten we het niet meteen in een soort van zwart-wit, goed-slecht, privacy versus veiligheid discussie zetten. Maar gewoon, wat beweegt ons om volgers te willen hebben? Wat beweegt ons, waarom zitten we op social media? En zij heeft dat proberen duidelijk te maken door bijvoorbeeld door dat fenomeen naar de fysieke werkelijkheid te vertalen. Dus wat de follower installatie was je kon op het festival je aanmelden om gevolgd te worden. En daarbij werd je door één persoon fysiek gevolgd. En die volgde jou een halve dag lang. Zonder dat je het wist. Ik bedoel, je had je er zelf voor aangemeld, maar je zag die persoon niet. En dus eigenlijk het fenomeen wat je op Twitter of Facebook hebt van, ik post wat, ik weet niet of iemand wie het allemaal liked en niet. Ik weet alleen dat iedereen meekijkt. Dat is een heel prettig gevoel. Dat is, blijkbaar zijn wij heel eenzaam als mensen en vinden we dat lekker. Dat is blijkbaar een van de dingen waar social media gebruik van maken. Ja, zij liet je dat voelen, maar dan in de fysieke wereld. Super interessant. Gewoon alleen al, ook al deden mensen niet mee, alleen al dat mensen nadachten daarover. Dat mensen zoiets hadden, ja, dat doe ik niet aan mee. Waarom doe je er niet aan mee met één persoon in de fysieke wereld die kijkt wat jij doet, terwijl je dat online met duizenden doet. Terwijl je op Instagram je account open hebt staan en je de foto's van je eten en alles neerzet met locatiedata. Dat soort discussies. Ik denk dat we daar binnen het festival, niet alleen binnen Doklab, maar ook binnen het filmprogramma zien dat er steeds meer films dit soort onderwerpen onderzoeken. Ja, je hebt nu een paar voorbeelden gegeven van installaties of films of hoe moet je het bijna noemen? Iets wat een verhaal vertelt. Ongedefinieerde kunstwerk. Ja, iets wat een verhaal vertelt, een kunstwerk. Ja. Jullie zijn onderdeel van een documentaire festival. Ja, waar absoluut. Ligt voor jullie de grens van wat jullie wel toelaten tot jullie programma en wat niet? Dat is een hele moeilijke grens die we niet in steen kunnen vastleggen. Maar noem eens een paar dingen, een paar criteria, want jullie hebben daar vast regelmatig. We hebben daar heel veel discussies over. En ik denk dat er de afgelopen 10 jaar ook zeker verschillende werken zijn geweest die meer dan op de lijn liepen tussen feit en fictie. Het is misschien, ik bedoel, ik kan de vraag makkelijk ontwijken door te zeggen, ja, wat tuurlijk, is documentaire? Ja. En documentaire is sowieso altijd fictie. Ik bedoel, als je de definitie van Herzog aanhoudt, dan bestaat documentaire helemaal niet. En is alles een constructie. Ja, veel voor te zeggen trouwens. Maar heel veel voor te andere zeggen. Andere discussie. Ja. Als je het hebt over interactieve kunstwerken, dan denk ik dat wij een hele grote soort van escape hebben, of een loophole hebben binnen het Doklab-programma. Waardoor je kan zeggen, op het moment dat iemand persoonlijk onderdeel wordt van het verhaal, dus echt iets van zichzelf erin legt en niet een masker opzet en een rol speelt, maar gewoon als zichzelf onderdeel wordt van een interactief kunstwerk, dan zit daar al een stuk van iemands persoonlijke werkelijkheid, wordt daar een onderdeel van. Dat maakt het al redelijk non-fictie. Het is een glijdende schaal. En het is we bekijken dat per werk. Soms zijn er werken die gemaakt zijn door een documentairemaker en het uiteindelijk komt er iets uit wat niet wat volledig fictie is of een volledige constructie is. Ja, hoe definiëren we dat dan? Ja. Het is een discussie die wij hebben per werk en ik denk dat wij het makkelijk hebben vanuit het festival kunnen wij daar wat flexibeler mee omgaan. Als je kijkt naar hoe de politiek, hoe fondsen, hoe
journalisten, hoe publicaties als de New York Times met deze vraag omgaan, die hebben het veel zwaarder. Het gaat natuurlijk in elkaar overlopen. Dat is ook helemaal niet erg, weet je, dat is alleen maar spannend. Ja, de New York Times zit er mee in zijn haar. In heel veel musea voor moderne kunst zul je ook installaties zien waar met verschillende vormen en middelen geëxperimenteerd wordt hoe je verhalen kunt vertellen, waar heel vaak als publiek tegenwoordig ook echt wel onderdeel wordt van iets wat er gebeurt. En je ziet wat dat betreft ook dat binnen ITVA, niet alleen binnen het Doklab-programma, maar ook binnen een programma als Paradox, zie je dat in de breedte. De documentaire wordt een steeds groter onderdeel van van de kunst. Van de reclame wordt de documentaire ook. Is ook al een enorm onderdeel geworden. Authenticiteit, allemaal op zoek naar authenticiteit. Verhalen. Dus je ziet dat die grenzen die vervagen ontzettend. En ik denk dat voor ons gaat het vooral om wat zijn de mooiste kunstwerken die wel duidelijk een directe link hebben met de werkelijkheid. Dus, okay. Jij praat steeds over kunstwerken. Als ik gewoon als ik mensen van de rest van ITVA, dat is gewoon een documentaire, dan gaat het over documentaires. Dan gaat het eigenlijk niet over. Is dit woordgebruik, zit daar een verschil in? Nou ja, ik denk dat binnen het filmprogramma van ITVA hebben we het over documentaire films. Ja. Maar we weten allemaal dat de documentaire als kunstvorm, als een genre dat zich bezighoudt, dat zich op een andere manier verhoudt tot de werkelijkheid dan fictie, dat bestaat niet alleen maar uit film. Als we het over documentaire fotografie hebben, dan zegt iedereen, ja natuurlijk, dat is niks geks, dat is gewoon een ander medium. Non-fictie literatuur, nou, dat zijn we inmiddels ook wel dat we denken, nou ja, dat is documentaire of onderdeel van de familie van de documentaire. Een game, ja, daar zijn we nu zo'n 10 jaar lang over aan het nadenken en of dat nou wel kan. Performance art, documentaire theater, hele lange traditie. Ja. Die zie je dat die juist via digitale media komen dat soort dingen veel bij elkaar terug. Virtual reality staat ontzettend in verbinding met wat er gebeurt in theater en performance art. Omdat het juist zo'n ruimtelijk medium is en niet ergens op een plat scherm. Dat soort links tussen wat is documenteren en in welke media kan je dat vertellen. Daar hebben wij het over en daarom uiteindelijk gebruik ik het woord kunstwerk want dat, of project. We zijn net de New York Times worstelt ermee, maar ik worstel er zelf ook wel een beetje mee. Want, weet je, ITVA, het is ook, dan weet ik wat ik kan verwachten. Weet je. Je kiest een film uit en je gaat zitten. En je gaat een film kijken. Ja. En dat is geen speelfilm, maar het is een documentaire. Ja. Nou, dan word je nog steeds vaak verrast, want die grenzen zijn moeilijk aan te geven. Als het goed is, word je verrast. Maar wat Doklab laat zien, dat gaat natuurlijk alle kanten op. Misschien, ik wist dat namelijk niet. Hoezo worstelt de New York Times ermee? De New York Times heeft natuurlijk een vanuit de geschreven journalistiek en vanuit de fotografie, de fotojournalistiek. Je hebt gewoon zo'n dik boek waarin staat wat wel en niet mag. Ja. En dat hadden we 2 jaar geleden op de bij de conferentie hadden we daar een van de mensen die de VR-afdeling van de New York Times aan het opzetten was. Die vertelde daar openhartig over van dat boek, dat kan je gewoon in de prullenbak gooien als je een VR-project gaat maken. Ja. Waar is de maker? Mensen vragen iets te doen. Ja, dat kan allemaal niet. Maar binnen, als je een 360 camera neerzet, ze lieten het zien aan de hand van een filmpje waarin ze zeiden, de fotograaf zette de 360 camera aan en is dan in beeld. Er is geen achter de camera meer. Ja. Dus ze lieten een fragmentje zien waarbij hij de camera aanzette ergens in een vluchtelingenkamp en vervolgens wegrende en achter hem. Achter een hoopje om uit beeld te zijn. Zo ging liggen om uit beeld te zijn. En daarvan zoiets had van, dit kan niet. Dit is, ik schend nu 3 verschillende codes waar ik me aan moet houden. Maar ja, we zijn een 360 film aan het maken. En daarbinnen slaat het nergens op als ik daar ineens rondloop. En je ziet een Chris Milk die met een ander project wat ook op de New York Times zat. Daar werd hij juist onderdeel ervan. Dus je ziet dat dit soort projecten, daar worstelenmakers, spelenmakers met wat wel en niet documentaire is. Dus die worsteling heeft iedereen. Ja. In je overzicht in dat hype versus potential, waar aan de ene kant mensen potentie zien in virtual reality en augmented reality bijvoorbeeld, mm-hmm. Is met name virtual reality ook
En dan krijg je 78%. zegt het is een inflated buzzword. Hè? Ja. En augmented reality scoort aan die kant ook. Ook de op één na hoogste. Ja, de op één na hoogste. We hebben natuurlijk de hype cycles, zeg maar, die we al kennen. Hoe kijk jij daar tegenaan? Die twee ontwikkelingen, waar staan we in de tijd? En gaan die echt belangrijk worden? Nou ja, kijk, ik denk dat... sowieso is de vraag, hoe definieer je virtual reality? Waar begint en waar eindigt dat? Je ziet al dat steeds meer van de mensen die... Veel mensen zullen denken, ik moet een bril opzetten om te beginnen. Precies, zo groter. Precies. Maar ik zet die bril op en dan ben ik weg. Maar als ik dan ook nog door de camera van die bril naar de ruimte om me heen kijk, dan is het ineens AR of MR. Nou ja, dat zijn, je ziet al dat dat een rekbaar begrip is. Wij definiëren hem inderdaad inmiddels als een ding op je hoofd. Ik denk dat vroeger zat film hier. Toen kwam de mobiel hier en nu zit hij hier, zeg maar. Dat is een soort ontwikkeling. Ik denk dat met virtual reality een van de dingen waardoor het, wat mij betreft, een heel interessant medium is en ook succesvol is geweest, is juist doordat het ons afsluit van de werkelijkheid. Net als een boek of een goede film in een donkere filmzaal, zit ik niet met 20 browser tabs en 3 kletsende mensen om me heen. Kan ik me echt 1-op-1 afsluiten van de werkelijkheid en opgaan in een werk. Mm-hmm. Dat is de kracht van VR. Op een bepaalde manier is dat echt de schoonheid ervan. Tegelijkertijd zit er ook een enorm hoge lulligheidsfactor aan met een televisiebril in je huiskamer zitten. Ik denk dat ik dat niet heel vaak doe, als ik heel eerlijk ben. Ik heb toegang tot elk mogelijk device, alle content. Hoe vaak ik niet professioneel VR kijk, is relatief weinig. Ik denk dat dat ongeveer net zo vaak is als dat ik naar het theater ga of dat ik een mooi pop-up boek uit de kast trek. Wil dat zeggen dat het geen interessant medium is? Nee, ik ben dol op theater, ik ben dol op pop-up books. Ik denk wel dat de hype die er nu is over VR is the next big thing of alles gaat beter worden dankzij VR. Nee. Hele interessante medische toepassingen, hele interessante toepassingen in het registreren van events. Maar ik ga toch echt nog steeds liever naar een zweterig concert om te dansen dan dat ik dat in VR ga doen. Grappig wat jij net zei, Vincent Evers vertelde mij dat een keer. Die heeft ook altijd natuurlijk al vrij snel alle apparaten die er mogelijk ooit toe gaan doen. Die zei ook, wat ik merk is, mensen zetten het op en ze zeggen, na 5 minuten doen ze hem af, zeggen ze fantastisch. Mm-hmm. En ze zetten hem niet meer op. Dat bij wijze van spreken. Dus de wow-factor is aanwezig. Ja. Hè? Van ik kom in een andere wereld of een andere beleving. Maar het herhaalbezoek is nog een grote uitdaging. Nou ja, ik denk dat daar zit. Dat is precies waarom dit kanon ook interessant was voor ons om te doen. Omdat dat was eigenlijk de vraag. Welke dingen wil je nog een keer zien? En die vraag is ook heel moeilijk te stellen over film of over een boek. En ik denk dat het is een van de dingen waar je een meesterwerk aan kan afmeten, is dat je hem graag nog een keer ziet. Dat vind ik een mooi criterium. Ja. Ja, het is een van de, maar Het is wel herkenbaar. Er zijn, en wat mij betreft, ik heb die kanon niet zelf samengesteld, maar het gros daarvan wil ik inderdaad nog een keer zien of aan mijn kinderen laten zien. Het gros van de VR-producties op dit moment geldt dat niet voor. Notes on Blindness zou ik als uitzondering kunnen noemen. Dan in ieder geval, wat mij betreft, tot slot, een bruggetje wat je zelf begint. Hier staan nou al die interactieve documentaires in en voor de camera die door in die kanon zitten. Wanneer komt er nou eindelijk eens een platform waarop ik al die dingen kan zien in de beste kwaliteit op het moment dat ik dat wil? www.itva.nl/doclab. Alle documentaires. Je bedoelt de lineaire documentaires? Of bedoel je de interactieve documentaires? Ja, wat hierin staat. Ja. De interactieve documentaires die hier genoemd zijn, kan je het gros daarvan op onze site terugvinden. Gros, ja. Okay. Nee, nou, plus, het ik zou bijna zeggen plus nog 500 meer. Maar het is voor mij een beetje een oude frustratie dat ik nog steeds vind dat heel veel van wat jullie doen bij ITVA, je moet er echt heen om het te ondergaan. Maar het verandert echt. En, wat de films betreft, ITVA TV, ja.
itva.tv is ons digitale platform waar we lineaire films... Zag ik dit jaar? Precies. Ja. Nou, daar zijn we al, ook al denk ik bijna 10 jaar mee bezig. Ja. Rechten. Rechten blijft een dingetje. Daar heeft Netflix langs van, net zoals wij. Ja. Maar daar is steeds meer te zien. Daar hebben we ook een shift gemaakt een aantal jaren geleden, waarin we zoiets hadden van, ja, toen we begonnen moesten we zelf videoplayers gaan bouwen. Nu hebben we zoiets van, ja, wij zijn de curator, dat is wat wij zijn. Dus wij verzamelen het. Ja. En dan kan je het op Netflix gaan kijken of niet. Maar je hoeft niet zelf door die hele bak heen te gaan ploegen. Ja. Je vindt het ITVA-keurmerk. Wat interactieve documentaires betreft is Doklab nog steeds een van de werelds belangrijkste platforms daarvoor. Ik denk dat er nu een stuk of 500 online staan. Ja. Dat Canon zijn er 100. Het grote ingewikkelde daarvan is dat nieuwe media ontwikkelen zich zo snel. Ja. En hoe gaan we het? Heel veel is ontwikkeld voor Flash. Ja. Flash is ter ziele aan het gaan. Dus we organiseren samen met MIT in mei daarom ook een conferentie over preservation van nieuwe media. Heel goed. Ja. Want dat is één van de problemen. Een van onze stokpaardjes hier ook aan tafel. En frustraties ook. Nou ja, totaal. Ik bedoel, ik heb het met een aantal van mijn favoriete digitale meesterwerken die ik niet meer kan laten zien. Dat is gewoon... En dan doen we onze ongelooflijk stinkende best om schilderijen uit de 17e eeuw of de 16e eeuw tot de lengte van jaren te bewaren. Wat ik wel interessant vind, een van de dingen, dus omdat we het jubileum hadden dit jaar, en dit is een programma waar we de komende 4 jaar gaan we ons niet mee bezighouden, maar dit Canon was stap 1. Ja. Laten we in ieder geval beginnen met een lijst van de werken waarvan we dan collectief kunnen zeggen, daar beginnen we. Een van de projecten die het meest genoemd werd was Bear 71. En daar hebben we toen met de makers benaderd en gezegd van, er zijn verschillende manieren hoe je een werk kan preserven. Je documenteren, je kan een emulator bouwen, maar allemaal niet heel erg praktisch en publieksvriendelijk. Andere optie is het reimaginen, zoals je van een Hamlet toneelstuk een film kan maken. Ja. En daaruit ontstond toen eigenlijk het idee, al sprekende met hun, om Bears in D1, wat gemaakt is in Flash, om daar een WebVR-versie van te maken. Want laten we het medium waar nu iedereen zich op richt en wat in de beginschoenen staat, of in de kinderschoenen staat, laten we dat daar een beproefd verhaal voor gebruiken. Daar een WebVR-versie van maken en daar is beeld en geluid ingestapt. Op basis daarvan is een prototype gebouwd waardoor Google erin is ingestapt. En dat vind ik wel een mooi voorbeeld. Ik bedoel, de interactieve documentaire, digitale kunst, het zijn geen businessmodellen. Het is niet het geld wat daar verdiend wordt, het is allemaal schaalbaar. Ik bedoel, totaal niet schaalbaar. Maar dit laat wel zien dat er is wel ook een tech giant als Google, die heeft interesse om showcase projecten te hebben. Dus bij de nieuwste media als WebVR, daar wordt zo'n project graag omarmd. En ja, dat is iets dat waar is goed, ik hoop dat we meer van gaan doen de komende jaren. Ja, ik zit er even over na te denken. Al die dingen die verloren zijn gegaan die afgelopen decennia. Wat is jouw grootste gemis? Welk project zou jij... Nou ja, ik zal je een voorbeeld geven. Ik ben hoofd vanaf de nieuwe media bij de VRO geweest. Cinema.nl, waar zijn allemaal ratings? Dat bijvoorbeeld. Nou ja, bijvoorbeeld. Dat is een simpel voorbeeld. Bieslog, Wim. Ja, om maar wat te noemen. Weg. Ja, er waren drie hoofden... Niemand van ons kon eigenlijk meer een project laten. Daar kwam het ongeveer op neer. Niemand van ons, want een bepaalde periode was real audio, real video belangrijk. En daar zaten ook allerlei interactieve elementen in. Je kon niemand meer afspelen. Dus het is... maar Bieslog is voor mij dan een heel eenvoudige. Ik denk van, weet je wel, al die andere dingen kan je nog zeggen. Kan ik misschien nog zeggen van, nou ja, weet je. Nee, maar het is ook, we hebben het er heel vaak over. Het is ook geschiedschrijving. Ik werkte in die tijd als hoofdnieuwe media bij de NOS. Nou, we hadden de eerste website die we maakten van de Olympische Spelen, waar we 9 parallelle livestreams aanboden, zodat iedereen zelf kon kiezen naar welke sport hij keek live. Nou, laatst had ik het nog met iemand over. Die zegt, ja, waar kan ik dat dan nog zien? Ja, dat kan niet. Weet je, het is gewoon weg. Allemaal. Ja, voor een heel groot deel. Dus niet dat dat nou zo'n site, dit is geen kunst, weet je, maar het is wel een geschiedschrijving. Nou ja, het is geen kunst, maar het is grappig genoeg zijn de uitdagingen om het levend te houden zijn best wel vergelijkbaar met performance art. Absoluut. Ja. En soort technologische performance art. En daarom doen wij dus al heel lang live events, waarbij we de makers uitnodigen om een soort voor een collectieve zaal, een soort theatrale versie van hun werk te presenteren. Ja. Ja, en die neem je op.
Nou ja, die film. Daar hebben we nooit het geld voor gehad. Oh, ja. Dat we deze studio hier in de zaal hadden. Maar nee, dat is een van de modellen inderdaad. Ja. Dat we die steeds meer aan het opnemen. Ja, we maakten toen screen. Wij deden dat ook. Toen zei ik van, nou ja, weet je, laten we maar een filmpje maken. In ieder geval nog laten zien hoe de interactie ging destijds. Ja. Ik weet niet of die filmpjes waren waarschijnlijk alweer in een formaat. In real. Formaat wat ook niet meer te zien is. Maar goed, hebben we het straks. Uiteindelijk wordt het allemaal weer film. Uiteindelijk wordt het toch gewoon weer een video. Ja, dat denk ik ook. Hey, dit we moeten afronden. Dit boekje... Het is te verkrijgen als je een mailtje stuurt via doklab@itva.nl. Hartstikke leuk. Daar staan echt de topproducties van de afgelopen 10 jaar. Ja, maar ook de website ook, toch? Dus het is ook als je zonder boekje kan je er ook... Zonder boek, alleen bij het boekje krijg je dan wel ook nog stickertjes. Hè, stickers en confetti. En confetti. Want, hey, ja. Stekel, man. 10 jaar. Ja. Goed, hey, ontzettend bedankt. Leuk. Er zaten ook een aantal projecten bij van mensen die hier aan tafel hebben gezeten. Ik zag er een paar. Onder andere Sochi project. Ja, zeker. Maar goed, er waren er meer van. Prachtige projecten. Dank jullie wel voor het kijken. We danken Bier & Co. voor de speciale bieren. We danken 2ML voor het hosten van de website. Streamzilla voor het mede mogelijk maken van de livestream. En Freedom Lab, de plek waar we iedere dinsdagavond vanuit uitzenden. Steken, we zijn er de komende 2 weken niet. Ja, we gaan even... Echt, jongen, moet echt. Jij gaat op vakantie. Ik ga even chillen thuis. Ja, chillen thuis. Oké. Okay. Ja. Nou, dan zien we jullie hopelijk in januari weer. Dankjewel. Oké, dag.